Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Met vandaag weer een hele toffe gast. Vandaag zit ik hier met Afke van der Wouw. Voormalig fysiotherapeut, sportpsychologe en bewegingswetenschapper. Afke, welkom. Dankjewel, leuk dat je hier bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn en leuk dat jij te gast wil zijn in de Fit voor Voetbal podcast. Ik wil het vandaag hebben over jouw route eigenlijk naar sportpsychologie toe. Want zoals ik in de aankondiging al aangaf, ooit begonnen als fysio, uiteindelijk toch in de sportpsychologie terechtgekomen. Ook zeker in de voetballerij actief, verschillende clubs actief geweest, verschillende bonden voor gewerkt. Ja, daar wil ik veel over weten. Ook 2 boeken geschreven. Nou, je ziet hem hier in het midden al liggen. Leren presteren. En er komt een nieuwe aan. Kleine preview voor de luisteraar. Leren revalideren. Dus meer de mentale kant van een blessure. Nou, daar wil ik veel over weten. Maar voordat we dat gaan doen. Zou je jezelf aan de luisteraar kunnen voorstellen wie je bent. En wat je allemaal doet. Yes. Nou, mijn naam is dus Afke van der Wouw. Ik ben inderdaad begonnen als fysiotherapeut en al vrij snel in het voetbal terechtgekomen. Als toen nog verzorgster, toen ik nog mijn studie deed. Ja. En later werd je natuurlijk, toen ik afgestudeerd was, fysiotherapeut, ook in hockeyteams. En ja, dan was ik eigenlijk altijd bij alle trainingen, alle wedstrijden. Behandelde natuurlijk, ik ging met ze het veld op, ik trainde met ze. En ik merkte eigenlijk toen bij het leveren van prestaties, dat niet alleen de juiste spieren, de juiste conditie, de juiste techniek, de juiste tactische inzicht een rol speelt. Maar ook de communicatie onderling, ook hoe ze om konden gaan met wisselomstandigheden, ook of ze om konden gaan met druk. En bij blessures zag ik dat vaak stress ook een hele grote rol speelde. Hoe ver ze zichzelf onder druk zetten voor de wedstrijd, wat er thuis eventueel nog speelde. En ik merkte natuurlijk ook op de behandeltafel, als ik ze dan aan het masseren was en ik maakte al die spieren los, dan kwamen niet alleen de spieren los, maar kwamen ook vaak alle verhalen los. Waar ze mee zaten of waar ze tegenaan liepen of wat ze dwars zat. En daar luisterde ik natuurlijk naar, want als fysiotherapeut kreeg je daar natuurlijk ook wel luistertechnieken, vaardigheden voor. Maar ja, ik merkte dat ik ze daar eigenlijk wel verder mee zou willen helpen. Niet alleen maar een luisterend oor, maar dat ik ze daar ook in zou kunnen begeleiden hoe daarmee om te gaan. Want op een gegeven moment had ik zelfs het idee dat ik meer symptoom aan het bestrijden was. Een voorbeeldje van een hockeyteam wat ik toen begeleidde is een spits. En dat was een hele explosieve spits. Die kreeg altijd een dieptepaas en hij trok dan aan in de eerste versnelling, tweede versnelling. Liep je bijna iedereen eruit, kwam op één met de keeper en scoorde dan ook heel vaak. Dat was echt zijn kracht. Maar soms zie je dat je kracht ook wel eens je valkuil kan zijn. Want één keer bij dat hele aanzetten schoot het bij hem in zijn hamstring. Zat hij een scheurtje in zijn hamstring. En kwam hij bij mij en gingen we dat behandelen. Het was een behoorlijk traject, want het was best wel een behoorlijk scheurtje. Dus het was eerst 1-op-1 en met de massagetafel. En daarna gingen we langzaam trainen, eerst individueel. Op een gegeven moment kon hij weer meetrainen. Nou, een heel traject en uiteindelijk was daar weer zijn eerste competitiewedstrijd. Hij startte niet in de basis. Dus hij kwam er na een kwartiertje of zo kwam hij erin. Maar ik merkte in dat kwartiertje dat hij zich heel erg aan het opfokken was. Hij was echt druk langs de lijn en zich al bemoeien met het spel. En ik zag bij wijze van spreken de stress uit zijn oren spuiten. Mm-hmm. En het enige wat ik kon doen, ga rustig zitten, ontspan, je komt er zo in. Maar hij zat zich al behoorlijk op te fokken. Ja. Ook omdat hij natuurlijk graag wilde, hij was gretig, hij had er echt ook zin in. Dus ook niet per se negatieve stress. Maar ik zag wel dat er behoorlijk wat tonus waarschijnlijk in zijn spier ook hoger zou zijn. En uiteindelijk kwam hij erin, hij werd gewisseld en na een tijdje spelen wisten ze hem natuurlijk weer te vinden. Iedereen was weer blij dat hij er was. Dus die dieptepaas kwam weer aan. En hij zette weer aan in zijn krachten. Eerste, tweede, derde versnelling. En je voelt hem al een beetje hangen. Pang, schoot het weer in zijn hamstring. Ja. Terug naar af. Dat zeiden die jongens dan. Ja, terug naar af. Letterlijk. Letterlijk. Ja. Dus hij kwam weer bij mij. Maar dat was voor mij wel iets. Ja, tuurlijk, ik kan die hamstring weer gaan oplappen. We kunnen het hele traject weer aangaan. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. En hij zat eigenlijk wel weer goed terecht. Maar ik had toen ook wel zoiets van, hey,
die opbouw van die spanning, hoe kan ik ze daarbij steunen? En dat het ook het inzicht gaf van, ja, dat is eigenlijk de bron daarvan. Niet zozeer die hamstring. Het lichaam zoekt ergens wel een zwakke schakel in je lijf om daar dan te zitten. En bij de ene is dat de hamstring, bij de andere is dat de lies, de andere is de achilles, de andere is de rug. Ja. In het dagelijks leven hebben sommige mensen brandend maagzuur, de andere heeft last van zijn darmen. Dus stress in je lijf is eigenlijk een signaal van je lichaam dat het hoe dan ook te veel is. En nou, bij iedereen heb je wel een zwakke plek waar je dan op gaat zitten. Ja. Maar in het traject daarvoor aan zit dus al een traject dat het te veel is geworden. En dan is het misschien nog beter om de speler daarmee te leren omgaan, zodat je ook blessures kan voorkomen. Ja, precies. En vaak wordt dat toch nog, ik hoop natuurlijk steeds minder, door alle bijdragen die je natuurlijk doet in de sport, dat niet meer los wordt gezien. Dus we hebben en het lichamelijke en het geestelijke, of in ieder geval je hoofd. Maar uiteindelijk als je weer, hoor je vaak, het zit tussen de oren, weet je wel, dat mentaal. Maar uiteindelijk, daar zitten de hersenen en die sturen eigenlijk weer je spieren natuurlijk aan. Dus als je natuurlijk een bepaald gedachtenpatroon hebt van heel veel stress. En een mooi voorbeeld van wat je zegt met die speler, die vol in die stress zit. En weer daardoor zijn spieren ook weer anders aanstuurt. Ja, dan ligt die blessure ook weer op de loer. En mooi dat je dat uiteindelijk dus ben gaan doen. Ja, hoe is toen jouw route gegaan? Was daar een beetje de definitieve trigger dat je dacht, hier wil ik echt wat mee doen? Ja, was voor mij wel dat totaalplaatje. Echt de spelen als geheel kunnen begeleiden. Ja. En het ook als geheel zien. Hè. De Louis van Gaal noemt het ook het totale mensprincipe. Ja. Hè, om maar even een kreet in te gooien. Ja. Maar in de vakterm noemen ze ook het holistische. Dat je echt naar de mens as a whole kijkt. Ja. En dat je naar het lichaam en geest niet scheidt van elkaar. En daarom ben ik na mijn fysiotherapieopleiding bewegingswetenschappen gaan doen. Op de VU in Amsterdam. En daar kon je toen ook nog de hoofdrichting sportpsychologie kiezen. Ik had ook wel de nevenrichting inspanningsfysiologie. Dat vond ik ook wel weer interessant. Waardoor ik ook weer makkelijker met trainers kan communiceren. Omdat ik weet ook hoe je training kan opbouwen. Hoe je kan periodiseren. Lactaat. Nou ja, maar allemaal dat soort dingen. En omdat ik, dat vind ik ook een onderdeel van sport. Dus ik vond dat ik daar ook wat van moest weten. Maar mijn hoofdrichting was echt wel sportpsychologie. Ja. En ja, toen heb ik nog een European Master's Degree gedaan in Sport en Exercise Psychology. Dat was dan een jaar lang, deels in Amsterdam, maar deels ook in Noorwegen, in Oslo. Waar ik onderzoek deed naar de Olympische sporters die toen gepresteerd hadden. In hoeverre zij gebruik hadden gemaakt van sportpsychologie in de voorbereiding op de Spelen. En datzelfde onderzoek had ik ook al in Nederland gedaan voor de Olympische ploeg in Nederland. Dus ik kon die twee ook mooi met elkaar vergelijken daardoor. Maar dat was meer onderzoek. En op een gegeven moment ben ik ook wat meer in sportorganisaties gaan werken toen ik klaar was met mijn studie. Dus ik heb wat zoals bij NOC-NSF een tijd gewerkt voor het Olympisch Comité. Bij NL Coach, voor trainers en coaches. Ook deskundigheidsbevordering noemen ze dat dan met een mooi woord. Maar ja, ik organiseerde congressen, cursussen, bijscholingen. Ook weer in breedste zin van het woord coachen. Dus dat staat natuurlijk ook de sportpsychologie, maar ook weer de inspanningsfysiologie, ook voeding, eigenlijk alle aspecten die daarbij komen kijken. En toen heb ik een aantal jaren zo in sportorganisaties gewerkt en projecten gedaan, maar toen miste ik toch wel weer de praktijk, het gras om het maar weer zo te noemen, de kleedkamer, het samen toewerken naar een doel. En op een van die congressen die we toen organiseerden was Coaches on Tour. Daar gingen we door eigenlijk heel Nederland. En dan gingen we daar met verschillende mensen inhoudelijk programma's voor zorgen. En op een van die bijeenkomsten waren we in Sittard. We waren op het CIOS Sittard. En het ging over talenten, talentontwikkeling, hoe we dat konden doen. En daar was ook toen Mohammed Allagh. Die was toen destijds technisch directeur bij VVV Venlo. En die vertelde ook over hun talentenprogramma. En daar kwam eigenlijk niet zoveel sportpsychologie in voor. Dus we raakten daarna nadien in gesprek met elkaar van, goh, ik heb een mooi programma. En in hoeverre is sportpsychologie weer ook een aandachtspunt? Want dat is ook een onderdeel van presteren. En je wil dat ze natuurlijk ook goed gaan presteren. Dus dat was eigenlijk nog niet. Dus heb ik heel veel met Mo toen gesproken. En uiteindelijk zouden we dan een programma maken voor hun academie. Maar die gingen toen ook, was sprake van dat ze gingen samenwerken met de andere clubs. Dus ze zei, dan wordt het wel lastig als wij als enige club dat doen. Maar zou je het ook kunnen herschrijven voor de selectie? Dat het gewoon daarop meer hebt gericht. Hè? Ik zei, dat prima, doen we. Dus ik heb het herschreven.
En toen destijds kwam er ook een nieuwe trainer, Jan van Dijk. Dus daar werd al van gezegd, nou, wij werken met een sportpsycholoog. En die stond er ook open voor. Maar het was wel heel mooi, want het was voor het hele begeleidingsteam en ook voor heel veel spelers trouwens, was het vrij nieuw. Ja. Vrij nieuw om een sportpsycholoog in de staf te hebben. Nieuw dat het een vrouw was. Dat is voor, was, ja, in de sporten is, of in het voetbal is, ja, niet heel gebruikelijk. Dan zie je al wat meer vrouwelijke artsen, vrouwelijke fysiotherapeuten. Ja. Maar dit is toch alweer even geleden. Ja. Dus dat was wel. En voor mij ook wel weer nieuw. En ik heb natuurlijk vrij veel stafs gezeten. Wat ik al zei, maar meer als fysiotherapeut. Ja. En dit was dan eigenlijk voor het eerst als sportpsycholoog ook. En ik werkte wel al meer in de praktijk. En ik had ook mijn andere praktijk al. Maar dit was wel mooi om echt aan verbonden te zijn. Echt een onderdeel uit te maken van het begeleidingsteam. En te kijken hoe we gezamenlijk de spelers, ja, nog beter kunnen begeleiden in het leveren van hun prestaties. Ja, dus eigenlijk door dat congres waar je aanwezig was, dus op het, in Sittard. Ja. Daar sprak je eigenlijk gewoon de trainer van. Of de technisch directeur van VVV. Eigenlijk gooide hij zelf letterlijk een balletje op van, hey, waarom wordt daar weinig met psychologie gedaan? En zo eigenlijk zelf dat pad gecreëerd om uiteindelijk ook daadwerkelijk bij VVV aan de bak te gaan. Ja, het waren wel mooie gesprekken. Want in die tijd zeker zag je dat sportpsychologie eigenlijk nog een beetje gezien werd als pleister op de wonden. Hè? Als een speler niet lekker in zijn vel zat, of er was iets mee, of hij had een enorme faalangst of wat dan ook. Dan had iedereen wel iemand in zijn netwerk waar je dan naartoe kon. En dan ging je één op één, ging je dat met elkaar bespreken. En dat is ook hartstikke goed en wordt nog steeds gedaan. En daar hebben steeds nog heel veel spelers ook baat bij. Tuurlijk, ja. En je ziet ook, nou, daar zullen we het misschien zo meteen nog over hebben, dat er nu ook steeds meer spelers naar buiten komen die aangeven dat de druk echt enorm is. En dat ze het heel fijn vinden om daar ook met iemand over te kunnen hebben, hoe daarmee om te gaan. En ik zie sportpsychologie echt ook als een onderdeel, wat ik net al zei, van de prestatie. En als het een onderdeel is van de prestatie, dan is het ook heel erg belangrijk dat daar ook op getraind wordt. Dat er op getraind wordt van hoe je omgaat met druk. Dat er op getraind wordt hoe je omgaat met wisselomstandigheden. Dat er op getraind wordt op je concentratie. Dat er op getraind wordt op je communicatie, onderlinge communicatie. En je, de samenspel. En dat vraagt dan ook weer iets van de coaches. Want ja, het is niet aan mij om op het veld te gaan staan. Natuurlijk observeer ik wel. En je kan ook wel misschien wat oefeningen voor me doen. Maar het mooiste vind ik als het echt geïntegreerd wordt. Gewoon in de dagelijkse training. En dat dus trainers en coaches dusdanig druk aanbrengen in de training. Zodat ze daarmee om leren gaan. Ja. En het blijkt dat als spelers leren omgaan met geringe druk. Je kan nooit exact dezelfde hoeveelheid druk aanbrengen dan als een finale EK of in een heel vol stadion. Nee. Of, dat is lastig nabootsen. Maar dan blijkt dat dat dus ook helemaal niet hoeft. Als je al druk aanbrengt in de training en ze leren daar dan al mee omgaan, dan kunnen ze dat ook heel makkelijk vertalen naar die hele grote druk. En dus is het ook heel mooi om in een staf te werken. En om samen het over te hebben van, hey, hoe zouden we die druk dan aan kunnen brengen in de training? Of hoe kunnen we dan die wisselende omstandigheden doen? Of hoe kunnen we dan die tegenslag, in vaktermen noemen ze dat plant disruptions. Mm-hmm. Hoe kunnen wij die plant disruptions aanbrengen? En heel belangrijk, niet alleen maar dat je een lastige training gaat maken. Want dan lopen ze het veld af, jeetje, wat is dit voor een K-training? Maar, maar dat je het daarna ook met ze over hebt. Van, wat gebeurde er nou? Dan deed het partijvormpje, de trainer ging expres verkeerd fluiten, de bal was niet uit of was geen buitenspel, maar dat deed hij wel. Ja. Hoe ging hij ermee om? Nou, het kan best zijn dat iemand uit zijn plaat ging of dat hij in discussie gaat met die trainer. Ja, was er niet geen buitenspel? En daar nog heel lang bij blijft, als het spel dan weer verder gaat, dat hij nog staat te discussiëren. En dan is het natuurlijk mooi om dat ook weer te gebruiken. Van, herken je dat? Doe je dat ook wel eens tijdens de wedstrijd? Ja. En helpt het je dan? Helpt het je medespelers? Hoe zou je er ook mee om kunnen gaan? Hoe zou je het wat sneller van je af kunnen laten glijden? Hoe kan je het sneller omschakelen? En dat soort dingen, dat is wel heel mooi om daar samen mee aan de slag te gaan. Om dat uit te zoeken hoe je dat dan zou kunnen gaan toepassen in de training. Ja, zeker. Doet me ook gelijk denken aan toen ik met Bart Heuving in dezezelfde podcast. Die ken je ongetwijfeld ook natuurlijk. Zeker, zeker. Dus die zegt ook, ja, bij AZ gaan we niet inderdaad wachten als het ware tot problemen zich voordoen. Vaak komen veel mensen dan pas in beweging als een probleem
er is. Als de blessure er is, dan ga ik bijvoorbeeld naar een fysio of ga ik aan mijn lichaam werken. Of als ik inderdaad bezwijk onder de druk, dan pas ga ik een keer. Of als ik problemen opkrop, dan pas ga ik naar een psycholoog. Had ik hetzelfde met Gregory over. Die zei ook van, ja, ik hoef niet met je te werken, want ik ben niet te dik. Weet je wel, dat is nog een beetje het beeld van een diëtist. Maar dat zal je ook ongetwijfeld gemerkt hebben heel wat jaren terug. Volgens mij, VVV was 2008 dat je daar startte, zoiets? Ja, 2008, 2009. Ja, ja, precies. Dus alweer wat jaren zeker geleden. En daar is natuurlijk veel in ontwikkeld. Maar stel je luistert nu als coach of als trainer. Hoe kan je bijvoorbeeld dat planned disruption toepassen? Je zei het al, verkeerd fluiten. Heb je nog meer tips of tools waardoor je... Ja, waardoor ze... Nou, het is wel grappig, want ik zit ook in de UEFA-opleiding. Dus we hadden het ook over presteren onder druk en hoe zij dat zouden kunnen toepassen. En druk... Je kan het natuurlijk, hoe je druk kan aanbrengen, dat kan te maken met tijdsdruk. Dus je kan een bepaalde tijd, dat ze een bepaalde tijd dingen moeten doen. Je kan druk doen door de ruimtes kleiner te maken, zodat het lastiger wordt. Ja. Dat is ook een vorm van druk aanbrengen. Je kan een overtal creëren, waardoor de druk hoger wordt. Je kan met die overtal bijvoorbeeld ook bepaalde opdrachten meegeven aan de tegenpartij. Dat je zegt, van, nou, probeer echt heel fysiek en probeer te trekken en probeer hem uit zijn spel te halen, probeer opmerkingen te maken. Ja. Hè? Dus je zit op die manier gericht. Passie, ja. Het is mooi is ook om consequenties eraan te verbinden. Gevolgen. Dus nou ja, wat je vaak ziet bijvoorbeeld bij penalties, dat kan natuurlijk ook enorme druk geven als je die in de wedstrijd mag nemen. Ja. En op de training worden die vaak wel getraind, maar dan met een zakballen, goal, keeper en iedereen trapt die zakballen leeg. En nou, ik heb de penalty getraind. Ja, niet één schot zoals je krijgt als je de wedstrijd moet beslissen, maar ja, je krijgt 100 ballen bij zo'n spel. Ja, ja, precies. Ja. En dat is dan ook meteen het verschil. Ja. Dus wat je dan kan doen om het wedstrijd specifieker te maken, is bijvoorbeeld na elke training maak je bijvoorbeeld twee teams, team A, team B. En iedereen mag één penalty nemen op de keeper. En daar ook consequenties aan verbinden als jouw team dan die avond verliest. Ja. Dus stel voor dat je team A die penalty moet nemen. Dan is het aan team B om team A een beetje af te leiden. En een beetje te joelen of te jouwen. Te zorgen dat, de druk nog wat hoger wordt. Ja. En als diegene dan die penalty mist, dat zijn teamgenoten dan zoveel keer moeten opdrukken. Of dat ze een rondje moeten lopen. Of nadien de rommel moeten opruimen. Of juist anderszins beloning. Ja, dat je op een andere manier het ook kan belonen. Ja. Of dat je ze elkaar opdrachten laat bedenken. En weet je, als je dan mist, dan moet je zelf met je kont naar ons toe voor de goal staan. Hè? Dat is altijd weer de geëikte. Maar dat je dingen gaat bedenken waardoor eigenlijk je het niet wil missen. Want ja, ik heb geen zin om dan mijn teamgenoten af te vallen. Dat zij dan allemaal dat moeten doen. En je kan ook een hele competitie, dat je bijvoorbeeld na een maand gaat zeggen wie er dan gewonnen heeft, team A, team B. En dan de winnaar kan dan iets winnen of wat dan ook. Ja, precies. Maar ik begrijp daar wel uit. Ook belangrijk om daarna, als iemand heftig reageert of dat je altijd een gesprek nog aangaat na afloop. Hoe kan een coach dat aanpakken? Ja, en het gesprek, het is ook vooraf bijvoorbeeld bij het nemen van een penalty. Er zijn een aantal technieken die kunnen helpen om dan met je aandacht te blijven bij datgene wat je te doen hebt. Want dat is vaak bij druk, dat je minder bezig bent met die bal en waar die bal wil hebben, maar meer al naar de toekomst, met de consequenties. Shit, ik moet deze niet missen, want dan moeten mijn medespelers een rondje lopen. Of shit, ik moet deze niet missen, want dan, nou, bijvoorbeeld EK-finale, dan missen we het EK, weet je wel. Of shit, hij moet nu niet naast gaan. Of hij moet nu niet op de keeper gaan. Nee, maar wat je niet wil. Sorry. Ja, ja. Hè? Dus dat is vaak wat mensen denken. Wat je niet wil. Maar je hersenen verstaan het woordje niet. Nee. Hè? Dus als je zegt niet op de keeper. Dan onthouden je hersenen het woordje keeper. Ja. Je maakt er nog een plaatje van. Je kijkt op het laatste moment nog vaak nog naar de keeper. En die bal wordt eigenlijk als een soort van magneet naar de keeper toe getrokken. Hè? Dus dat richt je heel erg op wat je wil vermijden. Maar een tip is al. Richt je op watgene wat je wil bereiken. Dus wat wil je wel als die niet op de keeper gaat? Nou, dat wil je wel. Ja. Scoren. Ja. Toch? Maar dan vaak maak je het over hersenen makkelijker als je zegt, maar waar wil je dan scoren? Ja.
Ik wil scoren rechtsboven in de kruising. Ja. Oké, dan zie je dus al meteen het plaatje van de kruising. Daar waar je hem wil hebben. Ja. Je kijkt ook, Huntelaar zegt ook, heeft ook in een interview een keer gezegd. Ja, meestal kijk ik dan op de reclameborden. En dan pak ik ook een punt op de reclamebord. Die D, die letter. En nou, daar wil ik hem scoren op die D. En hij zei, dan maak ik eigenlijk een soort van lijntje al tussen mijn been en die letter op dat reclamebord. En dat noemen ze ook wel eens externe focus. Dus dan richt je echt daar waar je hem naartoe wil hebben op dat punt. En dan gaat die bal eigenlijk er altijd wel daar naartoe. En dan, als je het goed hard doet, dan is het ook gewoon niet te houden. Nee. Maar dan maak je het dus voor je hersenen super makkelijk door en in gedachten al een plaatje te maken. Dat noemen ze ook wel visualiseren. Mm-hmm. Dus dat je in gedachten al ziet hoe je die penalty wilt nemen, waar je wilt dat hij hem scoort. Dat je dan ook nog die externe focus neemt. Dus zoek er dan een punt daar waar je die bal wil hebben. Ja. En richt je daar ook heel erg op. Nou, en dan merk je als je daarmee bezig bent dat je dus en visualiseert van tevoren. Je ziet Ronaldo, zie je vaak ook nog zijn ademhaling gebruiken. Hè? Vlak voordat hij een vrije trap neemt, blaas je even goed uit. Dat hij even goed even die stress loslaat, ontspant. Ja. Nou, en zo zie je dus dat er een soort routine kan ontstaan om te kunnen gaan met die druk. Je ademhaling gebruiken, goed uitblazen, goed ontspannen gaan staan. Visualiseren, eerst in gedachten alvast die penalty nemen of die vrije trap nemen. En precies zoals jij wilt dat die gaat. Hè? Dus richt op wat je wil bereiken. Ja. En dan ook nog externe focus. Zoek een punt op het veld, in de tribune. Of nou ja, niet dat je hem in de tribune wil schieten, maar die richting. Maar daar waar je hem wil hebben. En daar dan je op richten en daar naartoe schieten. Ja. Nou, en dat soort dingetjes, als je daar ze dat leert, dan zijn ze echt bezig met datgene wat ze op dat moment te doen hebben met hun taak. En dan spelen ze ook het veruit het beste. En als je merkt dat dat niet lukt, dan is het natuurlijk aan de trainer goed om achteraf van, hé, wat gebeurde er? Waar zat je met je aandacht? Wat dacht je aan? Ja. En sommige, zeker als je een penalty echt neemt vanaf de middenstip en lopend naar dan heb je ook alle tijd om na te denken. Nou, dan heb je dus en alle tijd om te visualiseren en te richten op hoe je die bal wil hebben. Maar wat vaak gebeurt, is dat ze dat gebruiken. Oh, als er maar niet dit gebeurt. Oh, als er maar niet dat gebeurt. Shit, ik moet hem nu al. Nou ja, dan niet echt wat gaat helpen. Nee, ook daar had ik het met Nico onder andere over. Nico van Ieperen. Ja. In een eerdere podcast ook hier. De aandachtscirkels komt daar natuurlijk uiteindelijk van ik en mijn taak. Dus waar moet je inderdaad wel op focussen in plaats van waarop niet. Ja. Dat is ook een mooi voorbeeld die ik volgens mij ook op jullie website. Ga daar ook zeker heen als luisteraar trouwens. Lerenbesteren.nl mooie video van Mark Lammers over waar ze de bal niet wilden hebben. Volgens mij was het voorbeeld, waar dan wel, weet je wel. En dan gingen ze heel erg daarop trainen. Waardoor ze uiteindelijk ook beter gingen presteren. Het klinkt dan heel simpel, maar ik denk dat mensen niet altijd bewust zijn van hun denkpatronen. Waar ze alleen maar denken, als ik maar niet mis of als ik maar niet op de keeper schiet of... Dus ook zeker als speler, als je nu deze podcast aan het luisteren bent, kan je er ook wel heel veel uit halen als je coach je daar misschien niet in coacht. Maar meer voor jezelf, haal er iets uit van de tips van net. En hetzelfde, de discussie rondom penalties, zijn die nou wel of niet te trainen, had ik het ook met Nico onder andere over. En je vergroot wel de kans, ben ik het wel met hem eens. En dat bevestig jij denk ik ook wel. Van als je dat wel in je training meeneemt onder die druk. Het hoeft niet precies dezelfde druk te zijn. Maar als je er aandacht aan besteedt, dan gaat dat sowieso groeien. Ja. Ja. En dus niet alleen bij penalties, hè? Bij vrije trappen. Maar zo zelfs ook alle acties. Visualiseren kan je ook gebruiken voor what-if scenario's, noemen ze dat. En Wayne Rooney deed dat bijvoorbeeld ook. En Dries Mertens heeft er ook wel eens over verteld. Dat hij de avond van tevoren ziet iedereen vaak wel een beetje te denken aan de wedstrijd die gaat komen. Ja. En dus dat is al niet echt iets nieuws. En het blijkt dat voor je hersenen maakt het niet zoveel verschil of je eraan denkt of dat je het daadwerkelijk doet. Uit onderzoek blijkt dat dezelfde gebieden in je hersenen actief worden. Dus dat je eigenlijk al, en dat zeggen ze ook bij Nike, hebben ze een hele mooie commercial erover. You're training your brain for when the time comes. Een hele lage stem. Heel mooi. Ja, met Lewandowski is die. Ja, met Lewandowski. Ja, briljant. Het is ook mooi om die te zien. En dan zie je Lewandowski, zie je ook vanaf zijn bank, vanaf zijn sofa, ziet hij de wedstrijd doornemen. Ja. En dat kan ook. En natuurlijk helpt het al om het avond tevoren te doen. Maar het is wel een vorm van training. Dus je moet het wel vaker herhalen om echt dat trainingseffect in je hersenen ook te krijgen. Dus als je elke dag bijvoorbeeld even 10 minuten neemt.
om even de wedstrijd door te nemen. En dan kan je dus ook verschillende situaties, verschillende wedstrijdsituaties. En dat kan je natuurlijk ook nog aan de hand van de tactiek. Je weet wie de komende tegenstander is. Je weet wat jouw positie is. Dus neem dat dan door. Oké, wat als de bal van die kant komt? Wat als we onder druk worden gezet? Wat als we vol in de aanval gaan? Ja. Wat als je over links gaat? Wat als je over rechts gaat? Wat als we achter komen te staan? Dus allemaal dingen. En ook voor jezelf. Hè, stel je bent spits. Wat als hij in het 16 meter gebied van die kant komt? Wat als een corner is? Of waar ga ik staan? Hoe ga ik reageren? Keepers natuurlijk ook mooi om dat te doen. En als je dat heel vaak herhaalt in je hersenen, dan kan je herkennen je hersenen de beelden eerder op het veld. Ja. Dus je kan daardoor sneller anticiperen, want je hersenen kunnen sneller schakelen. Oh ja, dat heb ik al een keer doorgenomen, dan moest ik daar staan. Nee, nu doe ik het heel traag, precies. Maar dat gaat natuurlijk in het flitsen van een seconde. Maar je herkent... Ja, hij kent het. Oh, ja. Ja, dus je kan veel sneller beslissingen nemen. Want dat is... Eigenlijk is, als je voetbal kijkt, dus ik heel veel... het waarnemen, informatie verzamelen, om je heen kijken, scannen. Op basis daarvan ga je een beslissing nemen, want je hebt gezien wie er vrij staat of weer, waar er voor jou de ruimte ligt om de diepte in te gaan, of dat heb je eerst gescand. Dan neem je de beslissing, oké, ik ga hem nu langs de lijn spelen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En nadat je de beslissing hebt genomen, ga je die beslissing uitvoeren en dan ga je hem langs de lijn spelen. Stel dat je balverlies leidt, dan kan het ook op die verschillende niveaus zitten. Dus je kan balverlies leiden omdat je bijvoorbeeld niet genoeg om je heen hebt gekeken en niet gezien hebt dat er een man in je rug kwam die bal onderschepte. Of je kan het wel goed gezien hebben, maar de verkeerde beslissing hebben genomen. Dat het eigenlijk niet handig was om langs de lijn te spelen, dat het beter was om naar binnen te spelen. Of je hebt het wel goed gezien, je hebt de goede beslissing genomen, maar uiteindelijk trapte je over de bal, de uitvoering was minder en daarom was hij te zacht en kon hij ook alsnog onderschept worden. Ja. Dus dat is ook wel mooi. En ja, als je die beslissingen dan sneller kan nemen, omdat je scant en sneller kan herkennen situaties, omdat je die van tevoren al bedacht hebt, ja, kan je sneller scannen, sneller beslissingen nemen en dus ook sneller uitvoeren. En dus gaat jouw handelingssnelheid gewoon omhoog. Nou ja, en dan is het natuurlijk, dan kan je tegenstander sneller af zijn natuurlijk. Dus ja, precies. Ja. Daarom kan je visualiseren ook gebruiken. En Louis van Gaal noemt het ook wel imagineren. Ja. Dus dat kan je, dat zo kan je het ook nog noemen. Maar die doet het ook met de teams die die begeleiden. Dat hij dat ook van tevoren zegt. Ga vast imagineren hoe dat eruit gaat zien, die wedstrijd. Ja. Ja, ik vind ook wel mooi wat je zegt. Van, doe dat dan niet één keertje en denk dat je dan een wonderbaarlijke resultaat had. Dat draagt al bij. Maar zie het ook als het trainen van. Inderdaad niet hetzelfde als je bijvoorbeeld één keer of een x-aantal weken even een programmaatje volgt in de gym. Of een ander schema wat je toevallig vindt. Dit moet je natuurlijk ook continu herhalen, net als een training. En welke tips heb je daarbij voor spelers die nu luisteren? Zou je dat de hele week doordoen, alvast richting je wedstrijd? Of hoe zou je dat praktisch kunnen maken en hoe lang en hoe vaak? Ja, ik zou kijken of je het echt binnen in je week, je trainingsweek, kan opnemen. Het liefst elke dag of in ieder geval onderdag. Ja. En het hoeft ook helemaal niet lang te duren. Er staan ook een aantal audiofragmenten, visualisatieoefeningen op leerdepresteren.nl. Ja. Die heb ik destijds gemaakt voor de Olympische ploeg die naar Londen gingen. Nou, eerst was het exclusief voor hun, maar nu is het ook voor anderen beschikbaar. Het is wel sporttak overstijgend ingesproken, want het was natuurlijk voor de hele Olympische ploeg. Dus het is niet voetbalspecifiek, maar het is wel zo ingesproken dat je jezelf dat wel ervan kan maken. Dus die kan je gebruiken en die duren gemiddeld 10, 15 minuutjes. Dus ook helemaal niet eens zo lang. Nee. En dat kan je natuurlijk ook makkelijk doen als je een keer in de bus zit. Of in de auto als je rijdt, misschien niet. Maar wel als je naast iemand zit. Ja. En, maar 10, 15 minuten is altijd wel te vinden. Ja, zeker. En het werkt ook goed als je bijvoorbeeld na de training doet. En dat je als je wedstrijdsituaties op de training hebt gedaan of je hebt partijvorm gedaan. Dat je dan als je naar huis gaat of dat je daarna een momentje hebt. Dat je ook dat nog weer eventjes, dat blijkt voor het leereffect ook heel goed te werken. Dat je het niet daadwerkelijk alleen op het veld hebt gedaan, maar daarna ook nog even in gedachten. Ja. Juist omdat het voor je hersenen niet verschillend is, heb je weer een extra trainingsmoment. Terwijl, het is niet extra vermoeiend, want je zit gewoon lekker op je stoel. En, dus precies. Je bent en aan het ontspannen en je bent nog even de dingen die je daarvoor gedaan hebt in de training aan het herhalen in je hersenen. Nou ja, en daardoor ligt het ook meer vast. Ja. Het is eigenlijk een soort olifantenpaadje die dan ontstaat. Als je het heel vaak herhaalt, dan gaan de juiste hersencellen met elkaar in verbinding. En dan weet je dat paadje ook tijdens de wedstrijd is makkelijker te vinden. Ja,
Als je natuurlijk met je fiets één keer over een grasveldje rijdt, dan zie je misschien dat het gras een beetje platter is. Maar dan daarna komt het gras weer omhoog. En dan zie je niks. Ja. Maar als je heel vaak met je fiets over hetzelfde, dan zie je op een gegeven moment dat het gras daar weg is. Dat het een modderpaadje wordt en dat het hard wordt. En dus kan je hem ook snel, veel sneller weer terugvinden, dat paadje. Nou, zo werkt het ook een beetje in je hersenen. Mooie metafoor. Ja. Ja, precies. En dus hoe vaak je het herhaalt, hoe eerder dat modderpaadje ontstaat en hoe makkelijker het voor jou ook is tijdens de wedstrijd dat te vinden. Ook als het druk is, ook als je afgeleid wordt. Je hersenen weten nog steeds wat ze moeten doen. Ja, precies. Wel echt de kracht van gedachten, maar ook van visualiseren van, van situaties die, maar ook inderdaad de wat als, alvast daarin in meenemen. Dat niet, je hoort het een voetbaltrainer zeggen, had ik ook met Nico over, van alle scenario's kunnen de prullenbak in. Nee, daar had je al voor een deel zeker over kunnen nadenken. Als je de wat als toepast. Van, wat doen we als we dit meemaken? Maar dat kan je ook op de atleet zelf betrekken. Wat doe ik als ik balverlies leid? Of wat doe ik als ik inderdaad mis? Ga ik dan heel erg naar het rouwmoment heel erg in blijven hangen? Of dat kan je ook al over nadenken de dagen van tevoren natuurlijk. Ja, je kan ook al kijken of je bijvoorbeeld een keyword voor jezelf hebt. Als je weet van jezelf dat je dan last hebt van rouwmomentjes. Ja. Dat je dat kan visualiseren. Oké, als ik dan balverlies ga ik meteen omschakelen. Meteen de eerste meters maken. En voor mij is een keyword omschakelen. Of dat kan je voor jezelf bedenken wat dan voor jou werkt. Terug. En dat dan combineren met die visualisatie. Dat je dat ook in de wedstrijd kan zeggen. Sommigen hebben juist andersom. Die hebben dan juist hun rust te bewaren. Op spannende momenten. Dus je bijvoorbeeld zelf rust zegt. Ik weet wel dat Daphne Schippers, dat ze het WK goud won. Toen kwam ze de laatste bocht uit. En zij had iets meer de buitenbocht. En haar concurrent had iets meer de binnenbocht. En daardoor kwam haar concurrent eigenlijk eerder de bocht uit. En ze was toen bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Rijdt Door. En Matthijs vroeg toen, wat dacht je toen je die bocht uitkwam? Ik moet harder, ik moet sneller, ik moet erin halen. En toen zei ze, dat is grappig dat je dat zegt, want dat dacht ik inderdaad vroeger altijd. Hmm. Maar als ik dat dan deed, dan ging ik nog meer mezelf pushen. En daardoor ontstond er een soort stress in mijn lijf, waardoor mijn spieren iets korter werden, mijn paslengte ook iets korter werd. En daardoor ging het juist minder hard. Wat ik mezelf heb moeten aanleren, is dat juist dat ik op dat moment ontspan. Ontspan. Want als ik ontspannen blijf, dan blijf ik soepel lopen, dan blijf ik mijn grote pas halen. En met die zo grote, soepele tred heeft ze haar toen alsnog kunnen inhalen. Ja. En voor mij is er ook een keyword wat ze gebruikte. Dat was ontspan. Ontspan. Ja. Ontspan. En ze zei, als ik dan klapperende wangen had, dan weet ik dat ik ontspannen genoeg ben. Dat was voor haar ook een teken. Ja. Nou, maar dat is natuurlijk heel erg contradictie. Want je wil haar inhalen, je wil harder. Ja. Maar juist door dat te zeggen, breng jezelf te veel onder druk, word je een beetje te... Ja, het krampachtig eigenlijk. En dat krampachtige maakt niet dat je harder gaat lopen. Dus zij moest dat echt tegen zichzelf zeggen. Nou, en dat kan je natuurlijk ook heel mooi in die visualisatie gebruiken. Oké, als ik uit die bocht kom, licht achter. Zeg tegen mezelf, ontspan. Ik blijf rustig. En nou ja. En dat kan je natuurlijk, dit is dan een voorbeeld van atletiek. Maar dat soort dingen dan kan je natuurlijk ook in het voetbal gebruiken. Zeker. Dus neem dat zeker mee als luisteraar, als speler. Maar ook zeker als coach, om dat weer mee te geven aan je... Ja. Aan je spelers of speelsters. En wat nog wel een mooie aanvulling is, wat we net ook al over het woordje niet, hè, wat je zelf heel goed kan gebruiken. Ik denk dat voor de coaches die luisteren weer heel interessant is. In hoeverre zij ook, het is niet alleen het woordje niet, het is bijvoorbeeld ook het woordje geen. Ja. En als ik nu tegen luisteraars zeg, er staat geen fiets voor het huis. Nee. Of er staat geen roze olifantje in het doel. Hè, het roze olifantje is altijd een bekende. Dan zie je hem. Dan zie je hem al meteen. Ja. Dus ik heb ook een keer een trainer gehad, die ging in de rust, stonden we thee en achter. Die ging in zijn team bespreken, jongens, tweede helft gaan we geen balverlies leiden. We laten nu niet de kopjes hangen en we laten ons niet onder druk zetten. Come on! Weet je wel zo. Ja, ja, ja. En dat je dus eigenlijk, hè, en dat is niet allemaal bewust, hè, het is niet zo dat hij bewust dat zou denken, maar toch het woord balverlies blijft hangen, kopjes blijven hangen, laten hangen, blijft hangen, onder druk laten zetten, blijft hangen. Dus ik weet nog wel dat ik die trainer toen vroeg van, maar wat wil je dan wel als ze geen balverlies moeten leiden? Ja, ik wil dat ze balbezit houden. Oké, zeg dat dan de volgende keer. Jongens, tweede helft gaan we balbezit houden. Ja. En wat wil je dan niet, wat wil je dan wel als ze hun kopjes niet moeten laten hangen? Ja, ik wil dan dat ze met een borst vooruit en schouders naar achteren en zo wil ik dat ze het veld oplopen. Oké, zeg dat dan de volgende keer. Zeg wat je wel wil, Ja.
En ook, ik weet dat we toen ook vroegen van aan een aantal spelers, als je dan niet wil dat je onder druk gezet wil laten worden, wat wil je dan wel? En dat toen ook eigenlijk verschillende antwoorden, wat we bespraken dat met de staf. Ja, dan wil ik dat ze volle bak in de aanval gaan. Ah nee, ik wil dat ze terug naar de basis gaan. Ik wil, ja. Oké. Okay. En snap je nu dat dit al verwarrend kan zijn voor je spelers? Iedereen vult dat op een andere manier in. Want je zegt, ja, we moeten ons niet onder druk laten zetten. Maar ze weten dan eigenlijk ook niet zo goed wat ze dan wel moeten doen. Het is een beetje hetzelfde als je zegt, wat wil je drinken? Ja, alles, maar geen cola. Ja. Weet je, dan loop je naar de koelkast. Het woord cola blijft waarschijnlijk ook hangen. Dus de kans dat hij met de cola terugkomt is best groot. Ja. Maar je weet dan eigenlijk ook nog niet wat hij wel wil. Nee, weet je, precies. Zegt gewoon wat je wel wil. Ja. Dan kan ik dat meenemen. Nou, precies. En hoe preciezer je dat kan formuleren, ook in je teambesprekingen. Dus echt weer richten op datgene wat je wil bereiken. En concreet, zo concreet mogelijk. Dan wordt het ook voor spelers makkelijker. En precies. Dat concrete, dat merk je vaak. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook coaches, heb ik ook wel eens gehoord, dat die zeggen, ja, concentreer je. Ja. En er was ook een keer een Engelse voetballer, die vertelde het ook een keer. Dat een coach dat ook zei langs de lijn. Zo, concentrate. En dat hij op een gegeven moment naar die coach kijkt en zei, on what? Ja, on what, ja precies. Dus ja, wat heb ik hier nou aan? Ja. Concentrate. Maar waar moet ik dan op letten? Ja. En dus ook in je coaching kan je zeggen, concentreer je of kijk naar die laatste man. Of kijk naar de ruimte voor je. Of dan maak je het alweer concreter. Dan is het alweer makkelijker. En, of een coach die ook wel eens hoorde zeggen, ga nou eens voetballen. Ja. Weet je wel? Maar wat bedoel je ermee? Ja. Wat bedoel je ermee? Precies. Ja? Dus dat is wat die spelers denken dat ze daar al een half uur mee bezig zijn met voetballen. Maar blijkbaar niet de manier waarop jij dan wil dat ze voetballen. Als je gaat zeggen, ga nou eens voetballen. Precies. Nou, hoe precies je dat ook weer concreet aangeeft. Ja. De balhandeling moet omhoog. Of wat het dan ook is wat je kan coachen. Maar hoe concreter je kan coachen, hoe makkelijker het is. En voor de hersenen en dus ook voor de spelers om dat op te pakken. Precies, je hebt weer letterlijk de kracht van woorden. Ja. En uiteindelijk als zij niet weten wat ze wel moeten doen. Ja, dan focus inderdaad op het niet inderdaad. Dus die kennen ze niet. Dus, nee. Dus zo zag jouw rol er uit bij bijvoorbeeld een VVV. Nou, je bent bij verschillende clubs natuurlijk actief geweest. Ja. Ook zeker weer een coach voor de coach. Maar ook voor de spelers. Of had je ook wel eens een bepaalde rol dat je alleen voor de coach... Of je was echt onderdeel van de staf altijd? Of was dat bij... Hoe zag die rol er een beetje voor jou uit? Ja, ik heb bij verschillende voetbalclubs... Bij VVV zat ik inderdaad echt in de staf. Dus daar was ik inderdaad coach voor de speler, coach voor de coach en coach voor de team. Echt op de bank ook, bij wedstrijden. Ja, dan zat ik in de dugout ook om de coaching te horen. Hoe hun coach aan de spelers was, hoe de spelers erop reageerden. Ja. Teambespreking vooraf, rustbespreking, nabespreking. Om ook de coach weer feedback te geven daarin. Maar ook de rest van de staf. Ik heb me wel eens meegemaakt dat niet alleen de hoofdcoach, maar ook de assistentcoach en ook de keepercoach en ook de fysiotherapeut. Iedereen was aan het coachen vanaf de bank. Met alle goede bedoelingen en zo. Maar dat kan ook wel eens too much zijn. En ik merkte gewoon dat de spelers zich daar gewoon vanaf gingen sluiten. Want dat was gewoon te veel informatie. Vooral de spelers die dicht tegen de dugout aanspeelden. Die werden helemaal en naar voren en achteren. En in diep en nu gaan en nu los. En nu... Ja. Nou ja, dat was echt too much. Dus dat weer terug te kunnen geven, dat was voor hun ook weer een eye-opener. Ik heb bij Vitesse bij de academie gewerkt. Dus daar heb je meerdere teams waarbij we ook wat meer workshops gaven voor de teams. En natuurlijk ook wel één op één met spelers als ze wat meer behoefte aan hadden. Maar dan was je iets minder verbonden aan één bepaald team. En daar was ik ook iets met de trainers weer bezig. Dus hadden we ook met alle trainers samen bijeenkomsten waar we dan dingen aan bespraken. Ik observeerde dan ook weer hun trainingen. Dus kijken hoe ze training gaven en bij wedstrijden. Bij FC Twente was het meer met het damesteam. Dus dat is ook wel weer mooi om een andere om daarmee om te gaan. FC Utrecht was ook meer in de staf en de selectie. En wat we vaak... aan het begin van het seizoen deed ik een soort nulmeting. En wat dan vaak al gebeurt natuurlijk. Hè, de conditie wordt al gemeten, kracht wordt gemeten. Een gesprek met de voedingsdeskundige. En we hadden ook een aantal vragenlijsten om te kijken. Ten eerste een beetje persoonlijkheden wat er in het team zaten. Ik gebruikte daar bijvoorbeeld de action type voor. Ja. Ik kwam vaak bekend. En daarnaast hebben we ook het Brain Performance Profile ontwikkeld. En dat zet een aantal vragen over competenties. Doelen stellen,
zelfregulatie, focus, leiderschap, zelfvertrouwen, perfectionisme, motivatie, intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dus die dingen, die meten we dan zeg maar aan het begin van het seizoen. En dat is dan niet zozeer van jij bent zo, want het is een tijdelijk iets. Want dan kan je natuurlijk ook aan werken aan die competenties. Een foto eigenlijk op dat moment. Ja. En daarna het gesprek van, hey, dit is uit die vragenlijst gekomen. We hebben nu inmiddels een aardige database over zo'n 300 sporters die daarin zitten. Nou, vergeleken met de database score je iets hoger, iets lager. We zetten het ook vaak tegen het gemiddelde uit van het eigen team. Nou, we merken dat qua leiderschap dat jij hoger scoort dan het gemiddelde. Herken je dat bij jezelf? Is dat de rol die je wil hebben? Wil je daar nu nog verder in ontwikkelen? Of misschien scoort iemand lager daarop of lager op zelfvertrouwen. Herken je dat? Zou je daaraan willen werken? Dus dat is meer een soort aanleiding voor een gesprek dan dat het echt een stempel op je voorhoofd is van jij bent zo. Helemaal niet zelfs. Nee. En die persoonlijkheden is heel mooi om daar ook een teamprofiel van te maken, zodat de begeleidingsstaf ook weer een beetje een beeld heeft van hey, wat voor een spelers zitten er in deze staf? Of in deze groep, spelersgroep. Ja. En dan ook weer individueel om te kijken van hey, hoe kan ik mijn coaching nog meer aansluiten op de persoon? Ja, precies. Ieder individu is weer anders natuurlijk. Ja. Dus daar ook zeker kijken naar het mens daarachter weer. In de wedstrijdbespreking, in je coaching, nou, wat je zegt, action type. De ene is misschien heel introvert, de andere juist weer extravert. Of die, ja, die kan bijvoorbeeld niet tegen als je vlak voor de wedstrijd nog allemaal tactische dingen allemaal gaat veranderen bijvoorbeeld. Ja, die wordt dan gek. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ook weer als je nu als coach luistert, hoe zou je dat kunnen toepassen binnen je team? Nou, bijvoorbeeld persoonlijkheidstestjes, et cetera, aan het begin. Ja, heb je daar tips voor? Ja, zeker. Ik zou het inderdaad aanraden om het begin van het seizoen te doen. Dat staat een beetje op mijn boek ook. Wat doe je in de voorbereiding van het seizoen? Is eigenlijk wie ben ik en waar wil je naartoe? En wie ben ik is inderdaad wie ben jij als coach? Dus ook heel belangrijk om jezelf goed te kennen. Mm-hmm. En je eigen kwaliteiten en misschien minder sterke punten. En je staf, welke persoonlijkheden heb ik in mijn staf? Vullen we elkaar aan? En natuurlijk ook de persoonlijkheden van je spelers. En waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken dit seizoen? Dat kunnen individuele doelen zijn, maar zeker ook teamdoelen. Dus dat ook inzichtelijk hebben. Dus dat is een mooi moment. En ja, action type, dat is een vragenlijst die ingezet kan worden door mensen die daarvoor geaccrediteerd zijn. Dus die kan je natuurlijk die mensen benaderen. Ja. Er zijn verschillende sportpsychologen die dit hebben. Er zijn natuurlijk ook wel vragenlijsten in omgang en die staan ook wel op internet. Een hele korte, worden ook in het boek Totaalcoachen geschreven is daarover. Wordt ook een kort vragenlijstje. Nou, die zijn natuurlijk niet valide, betrouwbaar en dat soort dingen. Hmm. Dat zijn ook wel de hele korte, gewoon meer om een indruk te krijgen. Dus dat zou je ook kunnen gebruiken, maar dan is het iets minder betrouwbaar. En die Brain Performance Profile, ja, die is bij ons op de site. Ook op Leren Presteren kan je die terugvinden. Die kan je gebruiken. Er zijn wat kosten aan verbonden, maar die kan je dan ook kijken voor je hele team of dat iets is wat je kan inzetten. En er staan op Leren Presteren staan nog een aantal andere manieren die je ook daarvoor kan gebruiken. Er staat het levenswiel, het sportwiel bijvoorbeeld die je kan gebruiken. De performance profile staat er ook op. Ook manieren om dat te monitoren, dus om dat ook bij te houden gedurende het seizoen. Dus dat zijn wat tools die je daar kan inzetten. Ja. En al naar het gelang van je budget kan je dus gaan kijken hoe uitgebreid je dat wil doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies, dat is ook het mooie aan het boek. Je benoemde hem al eventjes Leren Presteren, die je natuurlijk geschreven hebt, een aantal jaar geleden. Ja. Vorig jaar. Ja, of vorig jaar. Ja, is wel Heel recent. Recent. Ik dacht er wel wat lang, want er komt alweer een volgende boek. Ja, precies. Oké, ja. Ietsje langer vorig jaar nog maar. Vorig jaar september is het. Rap tempo, kijk. Je moet wat met je coronatijd, hè? Ja, precies. Nou ja, een mooie, ieder nadeel heeft zijn voordeel in die zin. Ja, precies. Dus dat is mooi. Ja. Dus dat boek neemt je echt mee in de fase per seizoen. Dat het echt een handleiding wordt, een praktisch boek voor voornamelijk coaches die geschreven. Ja, voor coaches, maar het is ook voor sporters zelf. Omdat haalt het beste uit je sport in elke fase van het seizoen. Okay. Dus inderdaad, de eerste algemene principes over trainen en leren. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. En daarna de voorbereiding van het seizoen, tijdens het seizoen, voorafgaand aan de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. En dan de afsluiting van het seizoen. Er zitten dus heel veel oefeningen in, heel veel werkbladen. Die werkbladen staan ook allemaal weer online, dus die kun je ook gewoon downloaden.
En ja, deels kunnen coaches die werkbladen geven aan een sporter, zodat zij mee aan de slag gaan. Maar een sporter kan het boek zelf natuurlijk ook kopen en zelf ook die werkbladen invullen. Dan dus een discussie gaan met zijn trainer. Ja, over die onderwerpen. Ja. Ja. Nee, maar zelf kan je daar zeker ook dingen uithalen. Ja. Nou, hetzelfde natuurlijk als de informatie die je net gaf, inspiratie. Hoeft natuurlijk niet alleen maar voor coaches te zijn, maar kan ook zeker als speler die het letterlijk ervaart om daar dingen uit te halen. En misschien ook wel het gesprek aan gaan met de trainer. Zijn er heel veel coaches op wat hij niet wil zien, zeg maar, staan. Ja, kan je daar een open en eerlijk gesprek over voeren natuurlijk. En wat Ruud van Nistelrooy ook wel heel mooi zegt, en wat hij altijd wel heel mooi van Foppe heeft geleerd, Foppe de Haan, is dat jij hebt de regie over je eigen ontwikkeling als speler. Ja. Als voetballer, de coaches, de clubs, ze komen en gaan. En dus het is, als je daarvan afhankelijk stelt van wat voor trainer jij tegenover je hebt. Misschien klikt het wel met de trainer, misschien klikt het niet. Misschien is hij heel professioneel, deskundig, misschien ook niet. Misschien stelt hij je op, misschien stelt hij je niet op. Als je daar jouw lot eigenlijk in zijn handen legt, dan is dat ook zonde. En kan je ook heel veel dingen in je ontwikkeling missen. Dus ik ben altijd een voorstander van neem je eigen ontwikkeling, neem daar de regie van in handen. Ja. Dus stel zelf doelen. Ga niet wachten tot de club komt met een popgesprek. Wil jij bereiken? Waar wil je aan werken? Waar kan jij je nog in verbeteren? Precies. En hoe ga je dat monitoren? Hoe ga je dat bijhouden? Er zijn heel veel wearables waar je natuurlijk je hartslag op kan bijhouden. Jullie mooie app is daar voorstander van. Hoe ga je trainen? Welke oefeningen kan ik nog meer doen? En jij bent daar verantwoordelijk voor. Niemand anders. Nee, precies. En als je zegt, maar de trainer deed niet dit of de trainer deed dat. Dan wacht je maar tot de trainer het wel doet. En hoop je maar dat hij het ooit een keer goed gaat doen. Precies. Ja, dan denk ik dat je je lot in het handen legt. En dat eigenlijk, en met dit boek en met jullie app en andere manieren. Kan je echt zelf kijken hoe je je nog beter kan ontwikkelen. Nog betere speler kan worden. Dus wacht 100%. Niet tot iemand anders dat voor jou gaat doen. Nee, 100% eens. Dat is ook een van onze credo's die we wel vaker posten ook. Van pak de leiding over je fysiek. Ja. Maar goed, zo is het natuurlijk in de breedste zin van het woord. Pak de leiding over je eigen ontwikkeling. Want niemand anders gaat dat voor je doen. Want uiteindelijk ben jij de speler die... Nou, uiteindelijk maakt een speler ook inderdaad een transfer weer naar een volgende club. En niet een heel team. Dus uiteindelijk komt het toch weer op het individu aan. Uiteindelijk is het een groep individuen die misschien toevallig dat jaar samenspeelt. Maar uiteindelijk pak zelf de leiding over je ontwikkeling en over waar je aan wil werken. Ja, dat is ook wel mooi. Het is ook een heel filmpje, een mooi filmpje van Ryan Holiday. Dat is een van die stoïcijnen, wat Mark Tuiter nu ook heel favoriet is. Obstacle is the way. Ja, dus dat is zijn boek. Ja, precies. En die heeft ook een heel mooi filmpje. En die zegt ook, you control on how you play. You can't control the referee, you control how you play. Ja. You can't control your teammates, you control how you play. Ja. You can't control the weather, you control how you play. Nou, zo gaat hij maar door en door en door. Er zijn heel veel dingen die je als speler niet in de hand hebt. Dus het enige wat je in de hand hebt, you control how you play. Ja. En je controleert ook je voorbereiding natuurlijk. En dus je voorbereiding maakt uiteindelijk hoe jij speelt. Ja. En als jij die voorbereiding in eigen hand neemt, dan heb je dan control the controllables. Precies. Als jij ervoor zorgt dat je topvorm bent, dan heb je nog je coach niet in de hand. Dus je hebt nog niet de hand of je daadwerkelijk wordt opgesteld. Maar jij hebt er in ieder geval alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat hij voor jou gaat kiezen. En of het nou gaat regenen of de zon gaat schijnen, dat heb je ook allemaal niet in de hand. Of wat voor scheidsrechter er staat, wat voor veld het is. En dat hoor je soms ook wel achteraf bij de wedstrijd. Ja, maar de scheid. Ja, maar dat weer. Ja, maar de bal. Ja, maar allemaal externe dingen. Ja. Heb je allemaal niet in de hand. Nee. Dus control the controllables. Kijk wat jij wel in de hand hebt. En ga dat optimaliseren. Ga dat optimaal trainen. Ga daar optimaal mee aan de slag. Interesseer je, lees je, doe dingen. Kijk apps, luister podcast. Ja, precies. Control how you play. Hele mooie. Dus daar ook zeker... boek is ook zeker een aanrader natuurlijk. Ja. Maar kijk inderdaad niet extern. Dat is hetzelfde weer inderdaad. Of je afhankelijk laten van een trainer hoe je presteert inderdaad. Maar ga naar binnen bij jezelf. Wat kan ik doen inderdaad? En niet gaan lopen wijzen achteraf. Kijk gewoon hoe jij een optimale voorbereiding kan neerzetten om beter te presteren. Ja, want zoals Mark Lammers, wat je net over had, de bondscoach zegt... winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Ja, zeker. Ook een hele mooie... Ja. Bekende quote van hem, dus zeker. Nou, dit en meer natuurlijk in je boek, Leren Presteren. Maar ik gaf het net al even kort aan, er komt alweer een nieuw boek aan. Ja.
leren revalideren. Het gaat meer, dat is echt wel, natuurlijk, dat is ook weer voor coaches, maar ook wel weer juist voor de atleet die geblesseerd raakt. Ja. Ja, kijk, als je geblesseerd bent, nou, logische stap is dat je naar een fysio gaat. Ik had ook met Josette van Toor, voedingsexpert, eerder een podcast over bijvoorbeeld voeding bij blessures. Ook een onderschat onderdeel, denk ik. Maar vanuit die mentale kant is natuurlijk ook heel veel winst te behalen tijdens een blessure, als het dan al is gebeurd. Kan je daar iets over vertellen, over het boek en wat we een beetje kunnen verwachten? Ja. Ja, het boek doorloopt eigenlijk net zoals het andere boek ook weer het hele traject die doorgaat. Dus het bestaat uit 7 delen. De eerste deel is, wat is er eigenlijk bij het ontstaan van blessures? Wat speelt daarbij een grote rol? En ik kan je zeggen, dat is echt niet alleen maar domme pech. Hè? Nee. Stress blijkt bijvoorbeeld een hele grote onderdeel te zijn van het ontstaan van blessures. En als je naar belastbaarheid kijkt, hè, wat heel veel trainers gebruiken natuurlijk, dan wordt er naar de belasting vaak naar de trainings- en de wedstrijdbelasting gekeken. Maar eigenlijk iets minder over de belasting buiten het voetballen om. En dat speelt zeker nu in deze tijden ook een grote rol. We hebben nu bijvoorbeeld corona, wat een hele grote belasting is. Dat vergt gewoon heel veel energie. Om steeds om te moeten gaan met wisselomstandigheden. Wel spelen, niet spelen. Met publiek, zonder publiek. Van tevoren getest worden. Mag ik wel spelen, mag ik niet spelen. Het team, elke keer weer een andere samenstelling. Nou, in ieder geval. En ook gewoon de ongemakkelijke omstandigheden in het dagelijks leven. Nu moeten we weer om 8 uur het restaurant uit zijn. Ja. Mag ik wel naar school, niet naar school. Wel naar mijn werk, niet naar mijn werk. Met mondkapje, zonder mondkapje. Ja. Nou ja, allerlei toestanden. Ja. We merken dat we ook al een beetje corona moe worden. Dat we ook denken van, nou, moeten we wel weer. Ja. Nou, dat kost allemaal energie. En dan hebben we het nog niet eens over de andere grote gebeurtenissen in het leven. Wat je ook natuurlijk gewoon kan meemaken. Een scheiding, een trouwerij, geboorte van een kind. Overlijden van een dierbare. Nou, dat soort big life events, wat natuurlijk iedereen ook gaat meemaken. Het voetbal zijn transfers staan natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ja, je gaat toch naar een ander land vaak. Ja. Andere cultuur. Andere manier van spelen. Andere manier van omgaan. Andere taal. Dus je bent continu aan het vertalen, aan het acclimatiseren, aan het wennen. Dat kost ook allemaal energie. Andere eten. Ja. Vendel hadden een aantal Japanners. Nou, die zijn over het algemeen van het rijst eten. Maar die kwamen ze natuurlijk bij Venlo, 's ochtends ontbijt, boterhammen, kaas, smerig pasta met heel veel granen. En 's avonds weer een maaltijd. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor hun veel meer energie kost om dat te verteren. Omdat hun hele darmstelsel daar niet op ingericht is. Nou ja, dat soort dingen. En dan de teambespreking. Een teambespreking voor een Japanner van een van onze trainers was natuurlijk veel vermoeiender. Want hij moest natuurlijk dat vertalen. Hij moest dat... Ja, in zijn cultuur is het ook niet gebruikelijk om te zeggen dat je het niet begrepen hebt naar de trainer. Dus de trainers vroegen al te keurig, did you understand? Yes, yes, coach. Yes, 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 understand. Nou, het bleek dat ze het helemaal niet begrepen hadden. Maar dat kunnen ze niet zeggen vanuit hun cultuur. Want dan zeggen ze eigenlijk impliciet, jij hebt het dus niet goed uitgelegd, trainer. Nou, dat soort dingen, als je dat realiseert, dat kost ook allemaal energie. Dus dat komt boven de trainingsbelasting. Dat komt boven de wedstrijdbelasting. Ja. En dus zullen die jongens blessuregevoeliger zijn. Dus daar moet je dan ook weer mee rekening mee houden. Nou, dat staat dus uitgebreid in het boek. Maar daarnaast, stel dat je dan toch geblesseerd raakt. En nu? Wat zijn dan de reacties, die emotionele reacties, de gedachten? Wat kan je verwachten? En hoe kan je daar het beste mee omgaan? We maken natuurlijk allemaal wel een keer even de dip mee in de motivatie. Dat het even, dat je knie weer dik wordt. Of dat je denkt dat je goed bezig was en dat je toch wel even terugvalt. Hoe ga je daarmee om? Welke interventies? Wat kan je naast je fysiotherapie nog anders doen? Bijvoorbeeld visualisatie is daar weer een mooi voorbeeld van. Die je heel goed kan gebruiken, ook voor je fysiotherapeutische oefeningen. En het blijkt ook uit onderzoek dat je dan ook effectiever en sneller herstelt. Hoe zou dat er dan uitzien? Daarop inhakend gelijk? Ja. Je bent geblesseerd, je kan bijvoorbeeld je knie, je enkel bijna niet bewegen. Hoe pak je zo'n visualisatie dan bijvoorbeeld aan? Ja, nou, die oefeningen staan ook op lijn. Want we hebben dus naast lerenpresteren.nl is dus ook lerenrevalideren.nl. Dus ook daar staan weer werkbladen en ook weer dergelijke audio oefeningen op. En ook visualisatie oefeningen. En er staat ook een oefening op waar dus je fysiotherapeut dus je oefening kan inbeelden. Dus juist, stel je voor dat je knie nog heel dik is en je kan hem niet goed buigen. Maar je hebt wel een oefening gekregen van je fysiotherapeut om hem op een bepaalde manier te buigen. Je hebt bijvoorbeeld een oefening dat je op een skateboardje staat en dat je dan het skateboardje naar voren en naar achteren beweegt. Dat is dan flexie-extensie noemen ze dat dan. Nou, en dan blijkt als je van tevoren dat in gedachten al doet, die oefening. Dus van tevoren voel je al dat je dat skateboardje in gedachten naar voren en achteren beweegt.
Als je daarna het daadwerkelijk gaat doen met de fysiotherapeut en je gaat het daarna ook nog een keer herhalen, dan zie je dus dat je knie vaak al veel verder kan buigen en kan strekken. Mm. En zeker oefeningen die je... buigen en strekken is niet zo ingewikkeld, maar als je voor het eerst bijvoorbeeld weer uitvalspassen gaat maken met je geblesseerde knie, dan kan het ook best nog wel spannend zijn. Van ja. Jeetje, ga ik er dan niet doorheen en kan ik wel zo ver uitvalspas maken? Dan helpt het ook al om dat in je gedachten al een paar keer te doen, want het geeft alweer vertrouwen dat dat ook gaat lukken. Dus het is angstverminderend, vertrouwenverhogend. En je bent dus ook alweer vanuit je hersenen de juiste spieren aan het aansturen. Die straks ook die uitvalspas gaan opvangen. Dus je spieren reageren ook alweer alerter. En kunnen die begrijpen de oefening zeg maar alweer beter. En dus kan je hem vaak ook weer beter uitvoeren. Precies, echt het samenspel lichaam-geest komt daar natuurlijk weer heel sterk naar boven. Want hoe kun je dat... Hoe wordt dat verklaard vanuit de wetenschap? Dat komt echt door dat je hersenen gewoon geen verschil zien in het daadwerkelijk doen. Weer hetzelfde als het visualiseren eigenlijk, bijvoorbeeld naar een wedstrijd toe. En de daadwerkelijke beweging, omdat dezelfde hersengebieden actief worden. Is het op die weg te verklaren? Die, en ze hebben ook wel gemeten. Ze hadden bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij het Amerikaanse skiteam. En die moesten op een stoel zitten en die kregen allemaal elektrodes opgeplakt op hun beenspieren. Mm-hmm. En die moesten in gedachten moesten zij hun sloop afleggen. Dus in gedachten gingen ze dan de piste naar beneden. Ja. Nou, als je op de ene bocht gaat, dan leun je natuurlijk meer op het ene been. Als je op de andere bocht gaat, leun je meer op het andere been. En terwijl ze dat in gedachten aan het doen waren, konden ze dus die activiteit in die beenspieren konden ze meten door die elektrodes. Oh, wow. En toen konden ze dus gewoon zien, konden ze uitlezen op de computer welke bocht zij in gedachten aan het nemen waren. Dus je ziet dat niet alleen in de hersenen die actief worden in dezelfde gebieden als dat je het daadwerkelijk doet. Maar dat dus ook al een klein signaal naar die beenspieren gaat. En dat je dus daardoor eigenlijk al die afstemming tussen je hersenen en je spieren aan bent trainen bent. Maar ook de onderlinge afstemming. Wanneer je op welk moment je spieren aanspant. Dus eigenlijk al een vorm van een soort van coördinatietraining. Ja. Lichte vorm. Dus natuurlijk niet zo hevige aanspanning als dat je het daadwerkelijk doet. Nee, natuurlijk. Maar je bent wel al de timing, ben je dus eigenlijk aan het trainen. Wanneer je, dus met die bochten nemen, waar ze aan het inbeelden, ook leen ik meer in die, leen ik meer in die ander. En dat zagen ze al terug in die spieren. Zo. En dus ook als je geblesseerd bent en je kan op het moment niet skiën, bij wijze van spreken moet je alleen voor skiën, dan helpt het dus ook om in gedachten dat te blijven doen. Er was bijvoorbeeld ook een golfer. En die had een beetje wat foute dingen gedaan. Het was al een pro-golfer. En die was daardoor in de gevangenis terechtgekomen. Hij moest 2 jaar zitten of zo. Ik weet niet meer precies de tijd. Maar die had natuurlijk alle tijd. Weliswaar niet om te golfen. Want hij mocht ook niet de golfterrein op. Nee, maar die bleef in gedachten. Bleef hij elke dag zo'n 8 holes lopen. Ja. En had er ook verschillende banen. Want daar was ook heel vaak. En overal ging hij dat dan doen. En dan ging hij ook inbeelden dat hij uit de bunker moest. En naar allerlei dingen. Ja. En toen hij uiteindelijk weer vrij kwam, toen was er zijn skills helemaal niet zo heel erg achteruit gegaan. Mm. Omdat hij toch in gedachten was blijven golven. Nou ja, dat is dus, die hoef je niet alleen in de gevangenis te doen, maar dat kan je dus ook. Het zijn betere plekken om te visualiseren. Ja, precies. Ja. Maar dat kan je dus ook gebruiken in je revalidatieproces. Dus je kan in je gedachten blijven voetballen. Al acties maken die je ook op het voetbalveld doet, maar die je dan nog niet kan maken. Ja. Je kan het voor je fysiotherapeutische oefeningen gebruiken. En je kan ook zelfs de healing imagery, en dat is het inbeelden van het herstelproces wat plaatsvindt. He, dus uitgelegd bijvoorbeeld, misschien heb je een operatie gehad, dat je inbeeldt hoe die nieuwe voorste kruisband bijvoorbeeld, als je die afgescheurd hebt, hoe die weer opgenomen wordt in het bot van je onderbeen. Of hoe het vocht wat uit je knie komt, hoe je, dat je inbeeldt hoe dat vocht weer opgenomen wordt door je lijf. En er zit ook bijvoorbeeld pain reduction, dus dat je ook de pijn die je voelt, dat dat ook helpt om je meer te ontspannen, waardoor je ook minder pijn krijgt. We hebben bijvoorbeeld dit ook gedaan bij een revalidatiecentrum in Brabant. En dat waren mensen die een nieuwe heup en een nieuwe knie kregen. Het waren over algemeen geen topsporters, dat dan weer niet. Andere leeftijd. Andere leeftijdscategorie. Ja, maar die kregen dat, die waren intern daar, daarom kon het mooi meten, waren die intern, verbleven zij daar in dat revalidatiecentrum. Mm-hmm. En die kregen dus inderdaad... Als ze dan de fysiotherapeut gingen naar de oefenzaal, hadden ze een soort wandje gemaakt. En dan moesten ze eerst 10 minuten voordat ze gingen naar de fysiotherapeut gingen, kregen ze een koptelefoon op. En dan gingen ze dus die fysiotherapeutische oefeningen die ze dan deden, gingen ze in gedachten met die stem gingen ze dat doen. En daarna gingen ze dat daadwerkelijk bij de fysiotherapeut uitvoeren. En ze hadden dus die pain reduction, dus voor pijnvermindering,
algemene ontspanningsoefeningen. Dus dat ze gewoon sowieso lekker rustig. Want stress is ook een grote bron. Dus dat ook deden. Ja. En na een jaar hadden we heel veel patiënten gemeten. En niet iedereen wilde meedoen. Dat kwam weer mooi uit, want dan hadden we meteen een controlegroep. Maar het bleek dat de mensen die er gebruik van gemaakt hadden, dat die beter scoorden op de fysiotherapeutische testen die ze dan deden. Minder slaapmedicatie nodig hadden en minder pijnmedicatie nodig hadden. Zo. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie uitkomsten. Ja. Door gewoon elke dag een paar keer dat soort oefeningen te doen. En dat is gratis. Het is gratis. Je hebt het al. Ja, precies. En, ja. Het ligt dichterbij dan je... Je kan het gewoon op je telefoon downloaden. En je kan het gewoon doen op het moment dat je toch even je rust wilde pakken. Ja. Dat je gewoon alleen maar daar naar gaat luisteren. Precies. En dus het leereffect wordt vergroot. De pijn wordt minder. Je gaat beter de fysiotherapeutische oefeningen doen. Als je in gedachten ook nog blijft voetballen, gaat je voetbal, kan je ook weer sneller die comeback maken, omdat je gewoon minder achteruit bent gegaan. Precies. En ook hier geldt weer voor, je kan het regie weer meer in je eigen hand nemen. Ja. Het is niet alleen maar de fysio die je dan bepaalt hoe jouw revalidatietrajecten uit. Jij kan ook nog weer zelf extra dingen doen. Ja. Om te zorgen dat en die fysiotherapie nog meer effect heeft. Ja. Maar ook het gevoel alleen dat je er zelf ook wat meer in de hand hebt. Dat Precies. proberen we ook een beetje met het boek. Het boek is een soort buddy, een soort leider die jou helpt om je regie weer in eigen handen te nemen. Ja, tof. Dus nou, dezelfde site. Het is niet moeilijk om te onthouden. Leren revalideren. Daar staan al heel veel gratis tips en tricks. Ja. En ook oefeningen. Kan je nu al naartoe? Het boek komt 1 december uit. Kijk. Dus dat is wel bijna een mooi cadeautje voor onder de kerstboom. Maar Zeker. Je kan nu al op de site kijken en al dingetjes downloaden. Mocht je nu geblesseerd zijn. Want helaas is het nu wel zo dat er heel veel blessures zijn op dit moment. Ook weer mede door de corona waar we net over hadden. Je ziet bij amateursporters dat ze toch wat te hard van stapel zijn gelopen. Omdat na zo'n lange tijd van niet kunnen sporten. Of niet optimaal kunnen sporten. Ja. In de prof zien we het ook steeds meer dat er nu echt... Ja, ik hoorde in het ziekenhuis ook dat er echt veel forse kruisbandblessures zijn. En niet alleen forse kruisband, maar ook andere blessures. Andere, ja. Dus helaas ja, is dit ook wel de tijd van blessures. Ja. Dus nou, we hopen dat we daardoor met het boek een beetje een steun kunnen zijn. En fysiotherapeuten, die dat ook kunnen gebruiken natuurlijk in hun begeleiding. Zeker, ja. Maar het is echt geschreven voor de sporter zelf. Dus die hebben er ook zeker wat aan. Doe je voordeel mee. Ik zal de links ook in de beschrijving zetten. Ook wat je al zei, leren presteren, maar ook leren revalideren. Ik denk dat deze rond ook, dat het boek bijna uitkomt, ook online gaat. Dus dan kan ik hem gelijk erbij zetten onderin. Ja. Of ik geef een update van als je erbij staat. Ah, dus, hartstikke fijn. Tof. Gaan we zeker doen. Ja, want toen we elkaar spraken voor de podcast, tenminste niet vandaag, maar wat was het, 1,5 maand geleden denk ik. Ja, toen we hem gingen plannen. Ja. Toen zei je al, ik voorspel toch wel veel blessures nu iedereen weer volle bak gaat starten. Met vorig jaar natuurlijk toch een soort half seizoen, zeker ook in het amateurvoetbal. Geen wedstrijden, et cetera. Dat is dus wel helaas uitgekomen wat je toen al voorspelde. Ik weet nog dat we daarover hadden toen. Dat is even misschien maar rond die tijd maar doen. Want dan denk ik dat er helaas heel veel blessures zullen zijn. Ja. En dat is toch waar uitgekomen. Ja. En ik denk dat mede, wat we net ook een beetje over hadden, dat de trainingsbelasting en de wedstrijdbelasting, dat het goed is om te realiseren dat er meer is dan dat. En als je het supercompensatiemodel, sommigen die meekijken zien dat hier ook achter jou op het bord staan. We weten allemaal dat supercompensatie, dat je eerst naar beneden gaat, dat je energie gaat verbruiken. Maar dus, dat er dus nog meer energie wordt verbruikt. Dus niet alleen door de training en de wedstrijden, maar dus ook door de coronaperikelen. En dat als je dan gaat herstellen, je gaat weer aanvullen, de glycogeenvoorraad, dat dan het stukje herstel ook super belangrijk is. En dat we dus ook minder goed herstellen als we dus weer vrij veel stress hebben door dingen die nu spelen. Dus ik denk ook voor spelers dat het heel goed is om te realiseren dat we wisten al, meer trainen is niet altijd beter. Nee. En misschien is juist wel herstel bepalender eigenlijk dan de trainingsintensiteit. Ja. En stress op zich is ook helemaal niet fout. Is ook prima om dat te hebben als je daarna ook maar weer er goed van herstelt. Ja. Acute stress, maar niet per se chronische, continue stress of een bepaald gedachtenpatroon. Ja, en stel ik ook met trainingen, weet je, een hele intensieve training is hartstikke goed als je daarna gewoon voldoende tijd neemt om ervan te herstellen. Precies. En herstellen is meer dan een uitlooprondje, om het even heel gechargeerd te zeggen. Herstellen is ook je brein laten herstellen.
En dat merken we nu ook in deze tijd, dat ons brein eigenlijk continu aanstaat. Ja. Omdat we continu online zijn. Ja. We zijn continu bezig met de telefoon, met de laptop, met de Instagram, met de social media. Ja. Met podcast luisteren. We hebben eigenlijk... Meer. Ja, weet je wel, waar we vroeger lekker een wandelingetje maakten, even om ons heen kijken of een beetje vooruit zaten te staren in de trein. Ja. Een beetje lummeltijd. We hebben niet echt lummeltijd. Nee, alles moet opgevuld. Alles, dus ons brein is continu aan het verwerken. Ja. Of het nou de dingen is die we horen, of het dingen is die we zien, of... en daardoor komt het brein nooit echt tot rust. En dus heb je eerder dat cumulatieve. En zeker als er nog extra stress is door de omstandigheden waar we nu in zitten. Ja. Dus dan moeten we eigenlijk manieren bedenken om dat brein ook tot rust te kunnen brengen. En je ziet nu dat steeds meer topsporters ook gebruik maken bijvoorbeeld van meditatie. Ja. Kobe Bryant, helaas niet meer onder ons, was een groot voorstander. Door mede zijn coach Phil Jackson die dat ook inbracht. Die deed dat met het hele team. Ja. Mediteren ze. Djokovic die mediteert. Er zijn nog heel veel anderen die dat ook steeds meer doen. Om toch maar heel bewust even dat brein wat rust te geven. En dat kan je natuurlijk met meditatie, maar je kan het ook met ontspanningsoefeningen doen. Algehele ontspanning doen. Nou, en er staan nog een aantal manieren, ook op de site die je weer kan terugvinden. Maar ik denk dat dat wel steeds belangrijker gaat worden. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, hoe je dat in kan brengen in je trainingsschema, ja. Zodat je als je herstel hebt, dat je dat echt ook optimaal herstelt. En niet tegen andere dingen doet, nee. Waardoor je hersenen aanblijven en je eigenlijk niet goed herstelt, waardoor je eigenlijk onderhersteld op je volgende training komt. En als je dat blijft doen, dan zie je dus de supercompensatie juist naar beneden. Ja. En dan ben je lichaam aan het uitputten. Ja. En dan is het burn-out, wat je nu ook heel veel ziet. Precies. Overtraining en blessures, ja. Daar ga je dan wel naartoe. Precies, vaak plannen we de inspanning. Wanneer moet ik naar mijn werk? Wanneer moet ik naar school? Natuurlijk, daar moet je ook heen. Maar Wanneer moet ik trainen? Wanneer moet ik dit? Maar nooit zet iemand tenminste. Daar gaan we nu verandering voor zorgen. Van plan bijvoorbeeld eens in je agenda, bij wijze van spreken, of een afspraak met jezelf. Al ga je 1 minuut mediteren, bijvoorbeeld. Ja. Of al ga je, als je opstaat, dan ga ik dit doen. Of dan ga ik wat oefeningen voor mezelf. Gewoon even een momentje voor jezelf, zonder mobiel bijvoorbeeld. Ja. En, dat is wel mooi om... En dat kan inderdaad de kleine pauzes gedurende de dag. Weet je, hoe vaak gebeurt er niet dat we een lekkere kop koffie... en die zetten we naast je laptop en je gaat door en je drinkt die koffie echt al... Heel onbewust. Heel onbewust, klokje naar binnen. Maar ga nou eens gewoon even echt een lekkere kop koffie. Neem even 5 tot 10 minuten en drink hem even volle aandacht op. Oh, precies. Lekker bakkie. Ja. En ga dan weer... Even, laat je dachten even gaan. Dat soort dingetjes. Dat je hoe je gedurende de dag ook dat soort kleine pauzetjes kan inbouwen... Door, je kan je weer mindful noemen of wat dan ook. Maar even bewust daar volle aandacht aan genieten. Of van je eten. Hoe vaak gebeurt het niet dat er een boterhammetje zitten te eten, te lunchen. En ondertussen zitten met iemand te kletsen of te doen. Ook helemaal niet bewust. Nee. Maar gewoon even lekker proef even hoe lekker het is. En hoe lekker je dat zelf hebt klaargemaakt. Of iemand anders dat voor je heeft gedaan. Of en neem de tijd om te kauwen. Weet je, dat is vaak, we hebben nog haast ook. Dus we schrokken het naar binnen. Ja. Waardoor het weer op een blok op je maag, waardoor het lastiger te verteren is, waardoor dat weer meer energie kost. En waardoor je dan toch bij die training nog weer steken in je zij krijgt. Of gewoon het niet goed kan verteren, dus die energie ook niet kan gebruiken. Dus precies. Heel belangrijk. En soms helpt het al om even een paar keer diep in en uit te ademen voordat je gaat eten. Zodat je dus al wat rustiger gaat eten, wat meer de tijd ervoor neemt. En eigenlijk wat Ronaldo doet met de penalty, even goed diep in- en uitademen, zodat je even wat spanning los kan laten. En dat geldt ook met oefeningen, voordat je een krachtoefening gaat doen. Ga niet van het ene toestel naar het andere toestel. Nee. Neem even je tijd, een paar keer in- en uitademen. Oké, Visualiseer misschien vast even wat je dan straks gaat doen. Dan ben je alweer beter voorbereid en dan begin je weer met de volgende. Dus zo kan je in je krachttraining, in je voetbaltraining, in je dagelijkse dagritme... kleine dingetjes inbouwen en ook kijken waar je eigenlijk een groter moment... Dus ik pak ook even een 10 minuten of een kwartiertje of een half uurtje... om echt een ontspanningsoefening, om echt een meditatieoefening. Ik snap dat het voor sommigen misschien nog een beetje van... maar is dat niet vaag? Maar ik denk dat inmiddels al zoveel topsporters zeggen... dat ze eigenlijk bezwijken onder druk en heel veel stress hebben. Ja. En aan de andere kant ook heel veel topsporters al aangeven dat zij dit daarvoor gebruiken. Precies. Dus het lijkt me op minst het moeite van proberen waard. Ja, en maak het ook misschien belachelijk klein om mee te beginnen. Spreek met jezelf eens af, misschien 1 minuut. Ik bedoel, als je geen 1 minuut hebt, dan zou je het al 2 minuten moeten doen. Maar plan dat al eens in, weet je wel. Ja. Bijvoorbeeld na het opstaan of
net voordat ik ga ontbijten, ga ik een minuutje, al doe je 30 seconden, weet je wel. Ja. En dan ga je vanzelf merken dat je langer gaat, maar plan het in. En het mooie ook is dat het gratis is. Dus maak gebruik van die tools die je eigenlijk al hebt eigenlijk in je hoofd. Ja, ja. Dus, ja, en het werkt alleen al door dat minuutje op je hartslag te letten of op je ademhaling te letten. Of hoef je niet eens je ademhaling te veranderen. Je hoeft niet eens meteen een ademhalingsoefening erbij te pakken. Nee. Maar als je gewoon alleen maar één minuutje bewust even met je aandacht, goh, waar zit mijn adem nu? Even hem voelen. Nou, en van daaruit je ding gaat doen. Ja. Precies. Bewust zijn eigenlijk. Gewoon er zijn. Ja, gewoon eens letten op je ademhaling bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nee, dus maak daar gebruik van als luisteraar. Goed, we gaan alweer een beetje richting het einde. En dat zijn altijd de Instagram-vragen die worden ingestuurd. Wat moeten spelers, coaches nog weten over het boek ter afsluiting van Leren Revalideren? Nou, komt 1 december uit. Wil je daar verder nog iets over kwijt wat ze verder kunnen verwachten? Dus we hebben nu de site leerrevalideren.nl. Daar zijn we ook bezig met e-learning. Dus er zijn ook cursussen die wel fysiotherapeuten kunnen volgen, die trainingscoaches kunnen volgen, maar ook geblesseerde sporters zelf kunnen volgen. Ja. En we zijn ook bezig met het opzetten van support groups. Dat zijn eigenlijk groepen van geblesseerde sporters die bij elkaar komen om het met elkaar ook over te kunnen hebben. Van goh, waar ga jij doorheen? Wat merk jij? Wat vind jij lastig? Ja. Over bijvoorbeeld angsten van het weer belasten. Of kom ik wel weer terug op mijn oude niveau? Of gaat het nog weer goed komen? Of hoe lang gaat het nog duren? Of de motivatiedip. Of allemaal dingen waar we net ook een beetje over hadden. Om dat met elkaar ook te delen. En dan nodigen we ook iemand vaak bij uit die al helemaal uitgerevalideerd is. Die er ook over kan meepraten. En die je kan vertellen, joh, ik had het ook. En ze kijken hier, het gaat goed komen. Zo. Maar gewoon dat met elkaar te delen. Want dat zie je ook vaak. Dat iedereen toch wel een beetje in zijn eigen bubbel zit. Ja. En ook dat ze het idee hebben dat zij de enige zijn die toch wel zijn twijfels heeft en zijn angsten en zijn pijn. Maar dat is helemaal niet zo. En dat al met de mensen kunnen delen. Natuurlijk kan je het wel delen met je vrienden en familie. En misschien ook met je teamgenoten. Maar als die niet exact hetzelfde hebben meegemaakt, dan is dat toch, voelt dat toch iets anders. En daarom hebben we bijvoorbeeld in ons boek heel veel quotes ook gebruikt van geblesseerde sporters. En we hebben nu het al een aantal spelers laten lezen. Bijvoorbeeld Thomas Verhaar heeft ook gelezen, omdat hij natuurlijk zelf ook fysiotherapeut is. We hebben het Guillaume Elmond, die is performance coach bij Ajax, oud top judoka. Ja. Natuurlijk heel veel blessures heeft gehad. Ja, precies. En ook psychologisch. Yes. We horen nu op de achtergrond een boor. Ja, precies. Er wordt hier flink verbouwd onder. Ja, precies. Dus ja, die zegt ook, het is super herkenbaar. Dus dat willen we daar ook mee bewerkstelligen. Ja, precies. Ja, voor meer, ga naar Leren Presteren, maar ook zeker naar het nieuwe topic, lerenrevalideren.nl. En de linkjes zie je in de beschrijving. Goed, ter afsluiting pik ik nog wat Insta-vragen eruit. Blijf die ook zeker insturen, jij als luisteraar. En dan, is leuk om altijd weer je eigen vraag terug te horen. Gezien de tijd en de verbouwing hieronder, pik ik er een aantal uit. Laten we er eentje doen en daarna gaan we naar de afsluiting. Ja. Iemand geeft aan, na 1 jaar revalideren aan voorste kruisbandblessure kwakkel ik nu met mijn enkel. Dus eigenlijk gelijk na zijn revalidatie, wedstrijd er weer gespeeld en gelijk weer een enkelblessure. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf? Ja. Is zijn vraag. Ja. Ja. Nee, het zou natuurlijk heel simpel zijn, koop het boek. Ja, precies. Ja, gelijk ik al. Ja, precies. Ga naar de site. Nee, dat is natuurlijk wel het klap op klap, dus het is heel erg vervelend. Ik kan me voorstellen dat het daardoor ook lastig is om het te verwerken. Dus kijk of je iemand kan spreken. Je hebt nu best op Instagram ook best wel veel spelers en sporters die ook hun ervaringen daarover delen. Dus kijk of je met iemand dat kan bespreken. Misschien dat je met een expert erover kan hebben. Die je daarbij kan steunen. Dus of een sportpsycholoog of een performance coach die je daarbij kan helpen. Ja. En eigenlijk de oefeningen die we net ook aangaven, dat die ook de visualisatie, de ontspanning. Want je ziet het wel vaker dat iemand weer geblesseerd raakt. Want een blessure zelf is ook weer een bron van stress. Ja. Dus stress zorgt ervoor dat je eerder geblesseerd raakt. En als je geblesseerd raakt, dan is dat ook weer een extra stressbron. En dus is het ook weer de kans dat je daarop weer geblesseerd raakt ook groter. Dus ik denk ontspanning, rust, hoe je dat meer kan inbouwen, dat extra belangrijk wordt. Precies. Dus zoom ook uit van wat voor dingen gebeuren er wellicht in mijn leven. Waar heb ik bijvoorbeeld stress van? Bouw ik wel genoeg ontspanning ook in mijn dagen, in mijn weken in? Ja. Waardoor misschien ook wel weer sneller een blessure terugkomt. Ja. 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 Een hele mooie om mee te nemen. En koop uiteraard uiteindelijk het boek als hij uit is gekomen. Ja. Daarover
later meer. Ik heb altijd een laatste vraag aan mijn gast. En ik weet niet of je hem weet. In de podcast helemaal aan het einde stel ik eigenlijk altijd dezelfde vraag. En die luidt, wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden? Wauw, een goeie. En dat met de druk, presteren onder druk, ja, van, precies, de boren naast van de boren. Ja, precies. De afsluiting op. Dit is die plant disruption. Ja, de plant disruption. Ja, precies. Ja, heel mooi, heel mooi. Dat doe je goed. Dat gelijk toegepast, ja. Dus ik moet met mijn aandacht bij de taak blijven. Ja, wat heb ik te doen? Ik heb mijn taak, yes. Ja. Nou, ik denk misschien niet zozeer een vraag die je niet gesteld hebt, maar wat ik eigenlijk als laatste boodschap wil meegeven. Dus echt... het totale plaatje. Dus of het nou bij presteren is, of het bij blessure is, fysiek en mentaal zijn geen losstaande dingen. Ja. Dus zorg ervoor, als je zelf sporter bent, dat je voor jezelf ook kijkt, hoe kan ik zelf echt lekker in mijn vel zitten? Hoe kan ik, wat kan ik trainen en doen om ook mijn competenties op dat gebied beter te maken? En als je trainer-coach bent, hoe kan je je spelers daarin begeleiden? En als je fysiotherapeut bent, hoe kan ik mijn geblesseerde sporter daarin begeleiden? En het wordt, in de sport wordt het nog heel vaak gescheiden. In de gezondheidszorg wordt het ook heel vaak nog gescheiden. Van, ja. Jij bent, dat hoorde ik ook van een speler. Van ja, het gaat altijd alleen maar over mijn knie. Iedereen vraagt alleen hoe is het met je knie? Gaat het al beter met je knie? Is je knie nog dik? Ja. En niemand vraagt eigenlijk hoe gaat het nou met jou? Ja. En dus als we dat meer gaan integreren in de begeleiding van sporters en ook in sporters zelf. Dan denk ik dat we en beter gaan presteren en sneller herstellen en misschien ook wel blessures voorkomen. Dus voor iedereen beter, lijkt me. Precies. Beter presteren en beter revalideren. Ja. Nee, ik denk een hele mooie afsluiter van deze aflevering. Dus ook heel veel succes met de lancering van het nieuwe boek en je mooie missie. Dankjewel. En dankjewel dat je hier wilde zijn. Tenminste, dat ik bij jou mag zijn en in deze podcast. Dankjewel. Graag gedaan. Jij als luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Fit for Voetbal podcast. En als je tot hier hebt geluisterd, dan wil je echt meer uit jezelf halen. En speciaal voor jou hebben we een aantal leuke bonussen als bedankje voor het helemaal afluisteren. Ten eerste, op onze online training, de tactiek voor jouw fysiek, krijg je als podcastluisteraar 10% korting met de code PODCAST10. Ga naar fitforvoetbal.nl/tactiek-fysiek en krijg helder waar je aan moet gaan werken als voetballer op fysiek vlak en hoe jij voortaan een sterke tactiek voor jouw fysiek gaat creëren. Daarnaast, ben jij een voetbaltrainer of speler die meer wilt leren over fysieke training binnen voetbal en dit ook wil gaan toepassen? Dan kun je met korting een opleiding starten bij onze partner Start to Move. Via starttomove.nl/fit-for-voetbal en je vult daar de code FFF-S2M10 in, dan krijg je 10% korting op onder andere de opleidingen fysieke trainer voetbal, conditietrainer voetbal of hersteltrainer. En wil jij sowieso met een tactiek aan je fysiek werken met ons? Ga naar fitforvoetbal.nl voor ons complete aanbod. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Geniet je van deze podcast. Abonneer je eronder en dan zien we je heel graag terug bij de volgende aflevering.